Ik ben Pierre van Noord, woonachtig in Biesthouthakker en heb naast het melkveebedrijf een baan bij 4Farmers als technisch specialist. Ja, dit is het ouderlijk bedrijf van mijn ouders. Dat heb ik in de loop der tijd overgenomen samen met mijn vrouw. We hebben een melkveebedrijf met een krappe 200 koeien. Wat ik vooral belangrijk vond is licht, lucht en ruimte voor de koeien. Dus we hebben gekozen voor een hele open stal met veel lucht en dus veel licht voor de koeien. En ruime looppaden en een goed lichtbed voor de koeien. De bedrijfsvoering sturen we eigenlijk op een aantal dingen. Arbeidsefficiëntie vinden we een hele belangrijke. Waarom? We werken in Nederland. Nederland is arbeid een schaars goed. We werken met een aantal personeelsleden, parttimers. En omdat ieder uur dan gefactureerd wordt, is het belangrijk dat je zo goed mogelijk moet renderen. Dus zoveel mogelijk liters melk moet opleveren. Waar we hier mee werken, werken met 3 melkrobots met een volledig vrij koeverkeer. Dus dat betekent dat de koeien niet gedwongen worden via selectiepoorten. Het zijn 3 aparte groepen, dus 3 groepen met koeien met ieder een eigen melkrobot. En dat betekent dat de koeien een 2,7, 2,8 keer per dag gemolken worden. Melkproductie ligt op dit moment rond de 33 liter melk. En streven is om dat het jaar rond voor te zetten en eventueel melkproductie nog wat te verhogen. Voer is duur, maar met name grond is erg schaars hier in Nederland. We hebben echt te maken met name hier in het zuidelijk deel van Nederland, met een hoge intensiteit. Binnen 100 meter van ons bedrijf staat een groot varkensbedrijf. Dus die is ook direct concurrent van ons op die voer- en die mestmarkt. En op 50 meter van ons bedrijf zitten een aantal burgerwoningen en zit zelfs een restaurant. Dat betekent dus dat we daar en rekening mee zullen moeten houden. En dat betekent ook dat onze expansiemogelijkheden op deze locatie erg beperkt zijn. Dus we proberen zo goed mogelijk ruwvoer in de kuil te krijgen. We kiezen bij onze aanvullingen met bijproducten of met krachtvoeders ook daarvoor de beste krachtvoeders. Zodat we zo geconcentreerd mogelijk dieet voor die koeien hebben. Hoe geconcentreerder dat is, hoe beter je ruwvoer is, hoe hoger je voerefficiëntie en je melkproductie zal zijn. Wij zijn trots op de kwaliteit van onze koeien. We hebben ook een aantal 100.000 liter koeien gehaald en we hebben zelfs vorig jaar een koe aan de 10.000 kilogram vet en eiwit gehad. En dat betekent dat die koe een kleine 140.000 liter melk had gegeven in de melk. En dat vinden we leuk. Dus naast de doelstelling voor die efficiëntie willen we ook graag lol houden in onze dieren.